Wij hebben een verhaaltje gemaakt, want we deden mee aan een schrijfwedstrijd van de SGL. En ze gaan nu hun verhaaltje voordragen die ze hebben gemaakt. Het thema is klaar voor de start. Wat jij vindt, dat weet je wel. Ik hielp in de donkere uren en dat was voor mij echt gisteren. Want we kregen heel wat te verduren. We hebben gepraat tot diep in de nacht met wat knuffels en zachte te traan. De pijn werd soms wel even gezakt. Dan konden we weer wat blij verder gaan. We leren elkaar steeds beter leren kennen en dat was toch echt wel fijn. We konden elkaar ook beter verwennen, maar soms hadden we ook een pijn. Ik ben blij dat ik jou heb leren kennen en dat ik je even had als kind. Bedankt dat jullie luisterden. Doei! Oh, was ik maar een tennisser, de hele dag lekker kunnen spelen. Een wedstrijd tegen iemand anders. Oh, was ik maar een tennisser. Altijd met z'n allen wedstrijden doen. Andere kinderen helpen. Oh, als ik een tennisser was, de hele dag lekker kunnen spelen. Oh, was ik maar een voetballer, dan was ik heel beroemd. Dan ben ik niet arm, oh was ik maar een voetballer. Nooit meer arm zijn, wel rijk. Oh, was ik maar een voetballer, dan was ik heel beroemd. Oh, was ik maar Messi. De hele dag rennen. Dan had ik veel geld en was ik niet arm. Oh, was ik maar Messi. Dan de hele dag hard schoppen opdoen. Scoren is zo leuk. Oh, was ik maar Messi. De hele dag rennen.